Ja, vandaag even een korte video over de actieve loop antenne van Van Dijken Electronics, de ALE. Hij ligt hier voor me. Dat is een antenne van 1 meter doorsnede in diameter. En je ziet hier de hoepel liggen met de coax, met de kabel erin. Hier zie je de versteviging van de loop. En ik ga het een klein beetje even de materialen bespreken. Hoe het een beetje in elkaar steekt, hoe het geleverd wordt. Ik heb dan de versie genomen van bouwpakket, maar wel met alles erbij. Dit is de behuizing voor de loop. Hier komt de antenne in terecht. Hier gaat die PVC-buis naar de bovenkant van de loop toe. Hier bouw je je versterker in. En aan deze kant zie je dan de PL of de BNC aansluiting die eruit komt. Nou, natuurlijk zit er ook een kapje bij. En wat afdichtingsmateriaal, heb ik het idee. Dat is dus eigenlijk de antenne in zijn zelf. Dus eigenlijk zonder de elektronica. Ik zal dit doosje even aan die kant leggen. Nou, dan hebben we hier natuurlijk het hele pakket voor de versterker. Alle onderdelen, printplaatje erbij, connectertjes erbij, beschrijving in het Nederlands erbij. Dat is wel heel erg handig. Ik weet nog niet of ik daar naartoe ga komen vanavond, maar ik ga in ieder geval vanavond vast een ander dingetje doen. Ik had deze ook nog besteld. En dit is de splitter. Dus die de spanning split van het antennesignaal. Die moet in dit kastje gaan komen. Daar wilde ik eigenlijk mee gaan beginnen. Dit kastje ga ik binnen gebruiken. Dus niet buiten, binnen. Hij komt hier binnen op mijn tafel te staan. Er zitten twee PL259 aansluitingen bij. Ik zelf gaat aan één kant van deze scheider ga ik een alternatieve plug erin zetten. En dat heeft als reden dat ik heb hier 5 verschillende ontvangers staan. En die hebben allemaal hun eigen aansluitkabel. En voor in huis kan je die kabelstekkers prima gebruiken. Buiten is het een ander verhaal. Dat gaat nogal roesten, maar binnen kan dat totaal geen kwaad. En de kast wordt toch hier binnen gebruikt. Dus bij mij komen de 2 verschillende pluggen. De PL-plug waar de antenne zeg maar van buiten naar binnen komt op het kastje. En dan de andere kant komt er dan een plug. Zodat ik gelijk al mijn ontvangers er zo op aan kan sluiten. Dus daar wilde ik vanavond een poging, een start mee gaan maken. Verder hebben we nog wat omzetters en wat pluggen besteld voor de antenne. En uiteraard ook de bevestiging van de antenne op eventueel een buis of een PVC-pijp. Dus het is helemaal compleet. Het is allemaal in het Nederlands. Wat ik alleen mis, en dat stond er wel bij dat geleverd zou worden, is de 12 volt adapter. Die stond erbij dat die geleverd zou worden met het pakket. Maar die zat er bij mij niet in. Voor de bevestiging op het balkon heb ik al een tijdje terug een oude bevestigingsbuis gevonden van een satelliet. Dus, en daar zitten ook buikjes en klemmen bij. Dus ik hoop dat ik die zonder al te veel pijn en moeite aan een balkon kan schroeven en een beetje hoger. Want ja, 1 meter diameter, dat betekent toch wel dat hij toch een halve meter het balkon op komt zetten. En aangezien we het balkon ook gebruiken om wasgoed te drogen, ja, denk ik niet dat het heel fijn is als je iedere keer met je knijter tegen zo'n hoepel aanloopt. Dus daar moet ik wel even aan denken. Ik ga het de komende
dagen langzaamaan de antenne steeds verder in elkaar zetten. Ik maak er ook steeds een videoverslag van. En als het spul eenmaal draaiende is en ik heb het up and running, laat ik ook de resultaten een beetje zien. Het zal de resultaten, de ontvangstresultaten zullen echt wel een stuk meer gaan worden. Ondanks dat ik best wel ingebouwd woon. Maar ik heb gelukkig wel een vrije doorgang. En daar pak ik eigenlijk al mijn korte golfsignalen mee. En de passieve antenne zoals ik hem nu heb, zoals die nu nog gebruikt gaat worden, die blijft voorlopig nog wel eventjes in gebruik. Totdat deze antenne klaar is en ik tevreden ben hoe ik hem op een balkon kan gaan zetten. Kan gaan plaatsen. Maar die antenne die wordt gewoon voor in huis gebruikt. Je kan de loop ook in huis gebruiken. Maar dat heeft voor mij in deze situatie niet zo heel veel zin. De plek waar ik nu zit is radioontvangst al praktisch onmogelijk. En als je wat ontvangt, krijg je heel veel storing mee. Het is natuurlijk een oud appartement met veel staal. Ja, toch bedrading wat niet echt helemaal jovel meer is. Ik zit hier echt in een kooi van Faraday, een beetje in deze hoek. Maar goed, die antenne die gaat dus een ander doel in zijn leven krijgen. En ik ben heel nieuwsgierig naar de resultaten. Het is een leuk bouwpakket, leuk project. En nogmaals, ik ga er meerdere video's over maken. Ook een beetje over de problemen die ik tegenkom met het bouwen van de antenne. Waar ik tegen aangelopen ben, waar je een beetje op moet letten. Ik heb vanmiddag gewoon van iemand via Facebook gehoord dat hij me bepaalde tips heeft gegeven om het monteren van de antenne ietsje makkelijker te maken. Ik ben heel nieuwsgierig wat de resultaten zullen zijn. Dus de volgende video zal ook weer over deze antenne gaan. En dan hoop ik een stukje verder te wezen. Als dat je nu op tafel ziet staan.